Hallo gamers, ik besta weer en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Super Mario Galaxy. In de vorige aflevering hebben we onze eerste volledige dome gehaald en hebben we de volgende dome geopend, genaamd de Fountain, de fontein. En vandaag gaan we lekker de fontein in om te kijken wat voor levels de fontein voor ons heeft te bieden. Maar eerst gaan we even met Captain Toad praten. Oh, we hebben we finished building the Starshroom Starship. We used the search for power stars. And we, the members of the Toad Brigade, will be the brave crew. This brigade needs a bold leader, so I nominate, me. Wacht. Kijk even naar Captain Toad's voeten. Man vliegt. But under my command, the galaxies will see the bravery of the Toad Brigade. Nu is hij officieel Captain Toad. Wat cool. Hebben die one-up? Hallo. We call it the Starshroom. Wow, the Lumas build a mushroom starship that looks just like us. Whoa. Dus je kan erop staan. Er is niks. Maar het is cool. Het is wel heel nostalgisch. Wow, dat is hoog. Deze brillenman heeft ook wat te zeggen. You got a grand star from Bowser Jr.'s robot, so that means Rosalina and Bowser are enemies. Well, we have to help Rosalina and find out where Bowser is hiding. Okay. Ja, voorachter hebben de robots van Bowser Jr. vermoord. Door te exploderen met een bullet bill. Of twee. Nou, dit is een nieuw ding. Dit is een warp. Een warp pad. Warp. Warp pad. Dit is een fountain. Nou, je zou misschien denken van, oh mijn god, de fountain. Heel veel water levels. Nou, eigenlijk helemaal niet. Echt nul waterlevels in deze dome. Maar we gaan gewoon hierheen. Dat is de enige plek waarheen kunnen. Deze doen we natuurlijk met die en die tegelijk. Alleen, we gaan nu naar Space Junk Galaxy. Kijken wat dat voor ons te bieden heeft. Pool Star Path. We gaan weer met Pool Stars kloten. Het lijkt me heel leuk om te doen. Weer Pool Stars. Dit is ook de eerste galaxy waar een secret star is. Oeh, spannend hè? Ja, ik weet. Maar dat is nog niet bij deze ster. Alleen zijn die echt secret stars als in Mario 64 als je gewoon... Of, hè? Ik weet het eigenlijk. Laten we wat Starbits pakken, meenemen. Altijd, Starbits zijn altijd welkom. Welkom om mee te nemen. Bedankt Starbits. Ja, cool star. Kijk hoe professional ik ben. Je kan hier een shortcut nemen. Het is mij maar één keer gelukt. Ik kan, als ik niet lui ben in de editing, wat ik waarschijnlijk niet ga doen, clip van Mario 3D All-Stars, waar ik die skip heb gedaan. Ik weet niet eens meer hoe je het moet doen, maar ik weet dat het me is gelukt. Ik had geklipt op de Switch. Maar hier moeten we wat starships verzamelen. Hier hebben we wat amps, denk ik. Grote ballen van elektriciteit. Nou, ze zijn niet van elektriciteit, ze zijn gewoon stalen ballen met elektriciteit. Wauw. Wat cool. Laten we maar doorgaan. Wow, een launch star die we niet kunnen bereiken omdat we niet naar die planeet gaan in deze ster. Wat jammer. Ik ben nog steeds een beetje ziek van gisteren. Maar het gaat wat beter. Ik heb nog steeds een beetje verkouden neus. Dus nog steeds veel te warm. Bro, ik is liever op te nemen in de winter. Beter neem ik gewoon al mijn video's voor de zomer op in de winter. Gewoon de kerstvakantie. Dat zou echt zoveel handiger zijn. Kijk, wow. Oeps. Hahaha. Kom terug, Mario. Ik wou even cool doen en een soort van skipje doen dat je kan doen. Door zo. Dan hoef je niet daaromheen te gaan. Dit zijn spinnen. Heel irritant, want ik had ze twee van de tien keer kan ik ze gewoon niet doodslaan. En dan raken ze mij. Zoals daar. Dus ja, ik haat die spinnen. Hey, hoe zijn jullie hier gekomen? Dood. Nou, laten we jullie bevrijden dan. Ah, dit konden we niet doen in het begin van de game. Waar al die Toads waarschijnlijk nog vastzitten bij Peach's Kasteel.
Oké. Als we de doos begrijpen, komt Captain Toad naar beneden. Het spant gewoon in. Met zijn Starscream. Hallo Goomba. Haha, ik ga niet met Captain Toad praten, want ik heb jou niet nodig. Hier komen wij een leuk stukje. Weer een nieuw ding. Silver Stars. Niet geïntroduceerd voor Super Mario Galaxy, maar eigenlijk van Super Mario 64 DS. Ja, want die game kwam uit in 2004. Ik weet niet dat de DS zo oud was. Zo oud is. Ik had altijd in mijn hoofd dat de DS in 2006 uitkwam. Maar kwam in 2004. En dat is gewoon raar. DS is meer samen met de GameCube dan de Wii. Eigenlijk, het is echt van... DS is meer GameCube Wii. En de 3DS is echt... Ja, Wii U en Switch. Dus ja, wat leuk. Echt, de Wii U is gewoon de tweede GameCube. Alleen al nog erger gefaald. GameCube had ongeveer 20 miljoen consoles verkocht. En dan de Wii U, het was 12. Ja. Ik bedoel, GameCube heeft Twilight Princess. Wii U heeft Twilight Princess. GameCube heeft Wind Waker. Wii U heeft Wind Waker. Ja, dat is... De Wii U heeft een controller met een scherm. De GameCube kon je de Game Boy Advance aan linken. En sommige games gebruiken. De Wii U heeft een Wii U gamepad. Je kan een GameCube controller gebruiken op de Wii U. Kamala's Airship Protect. Het nieuwe baas is een ster. Beide games hadden een Zelda game die uiteindelijk ook uitkwam op het volgende systeem. De GameCube van Twilight Princess werd steeds gedelayed. En wow, thanks man. En ja. We zijn bij wat airships. Alweer sinds King Caliente. Nou, hallo, hier ben een schakelaar. Sterf, Goomba. Dan Twilight Princess werd dus steeds gedelayed. Uiteindelijk werd het zo vaak gedelayed dat het gewoon ook op de Wii uitkwam. Maar eigenlijk kwam het eerder op de Wii uit dan op de GameCube. Echt een maand later of zo kwam het op de GameCube uit. Ja, ook al de Wii U had niet een eigen eerste Zelda game, though. En met de Wii U is natuurlijk Breath of the Wild. Waarvan heel veel mensen niet eens weten dat het op de Wii U is. Heel veel mensen weten niet eens wat een Wii U is. Meer mensen weten wat een GameCube is dan wat een Wii U is. Maar hey, sterf. Ja, hallo. Wat is er in deze kist? Unboxing. Wauw. En die. Een munt. Daar had ik echt heel veel aan. Dank je spel. We zijn doos verspreiden. Doei, jullie mogen leven. Ik ga niet met jullie praten, want ik heb daar geen zin. Maar ik wil hierin. Waarom? Starbits. Geef hier, dankjewel. Maar ja. Maar Breath of the Wild kwam wel dezelfde dag op de Wii U als de Switch uit. Maar Twilight Princess kwam eerder op de Wii uit, of wat weet ik veel. Cool. Zit hier Starbits? Er zitten daar inderdaad Starbits. Oh. Hier is ook een leuke secret. Niet heel secret. Ik bedoel, er is een poolstar boven. Ik weet niet hoe je dat kan missen. Maar hey. Volgens mij respawnt dit elke keer of niet? Volgens mij respawnt dit elke keer als ik me niet vergis. Maar ik kan natuurlijk fout hebben. Of die Starbits steeds respawnen. Als ik er weer bij mag komen. Ja, hallo. Oh. Nee, Mario. Dankje. Respawnt het elke keer? Nee, dat doet het niet. Sorry, ik verspreid misinformatie. Oké, hier hebben we weer van die... De gare beesten. Ik weet de namen echt niet. Met deze schiet er geen kokosnoten, dus hier moeten we wel de schilder gebruiken, heel goed mikken. En het geeft je ook weer een goede introductie naar de basis zoals we hebben. Ik hoor er wel eens achter hoe goed de game je de mechanics van de baas die je gaat vechten introduceert in dezelfde ster.
Dus hier leren we aimen op dingen, Koopa schild op dingen gooien. Dus dit is een rood schild, natuurlijk homt die in op enemies, dingen. Ja, dus deze ster leer je gewoon Koopa schilden op dingen te gooien. Ik wist niet dat dat kon. Oké, okay, cool. Je leert wat nieuws elke dag. Maar, wat verwacht je dat je deze plaats gaat doen? Dit is Camella. Wat Camella doet, ze heeft een staf met sterren in, dus die willen we natuurlijk terug hebben. Nou, wat kan we gaan doen? Ze gaat vuurballen op je gooien. Ja, omdat je kent voor, maar ook iets anders. En een schild, dus wat je doet, je schudt. Oké, die schild duurt veel te lang met naar me toe gaan. En je gooit hem op Camella. En dan is hij weer damaged. Cool. Dan gaat ze. Eigenlijk, mijn tactiek is altijd. Nou, tactiek, mijn trucje. Is altijd gewoon dit. Oké. Natuurlijk gaat het meteen fout. Ik film hoe ik het doe en het gaat meteen fout. Dat is niet hoe ik het altijd doe. Wat ga je nu doen? Oh ja, nu sponsor 2 Magic Koopas. Wat cool. Ik schiet er meer vuurballen op je. Nou, die zijn gelukkig makkelijk te doden, gewoon met die spin. Wat ik eigenlijk wil doen is. Ik schud die afstandsbediening. En de game wil gewoon niet. Oké, nu wel. Dat is geen. Geef me een schild. Geef me een schild, Camella. Goed zo, kijk. Zo. Hoef je niet eens te wachten. Gewoon meteen. Schud. Gooi het meteen op haar. Dat probeer ik dus even te doen, maar het werkt niet. En we hebben weer ster. We zijn 12 minuten, 2 sterren. We moeten er 4 doen vandaag in het hele level. Nou, ik wil het liefst alle 4 doen in het level dat we kunnen doen. Maar ik weet niet of dat kan. Gaat sowieso 3. Sowieso 3 gaat werken. Gaat lukken. Maar er zijn er 4. Ja, die 4 doen we anders wel in de pauze aflevering. Ah. It seems that a prankster comet has appeared somewhere. Prankster comets have very strange effects on galaxies. If you want to learn more about these curious comets, ask the Luma who knows about such things. Oh ja, ik was dit vergeten. Dit is waarom mijn planning met afleveringen of hoeveel sterren ik wil doen altijd verkeerd gaat. Prankster comets, deze dingen gaan we altijd eerst doen omdat deze dingen despawnen. Als je een andere ster gaat doen. Dus. Prankster comets zijn geremixte, moeilijkere versies van ster die je eerder hebt gedaan. Hier hebben we een speedy comet. Je hebt speedy comets, die zijn rood. Je hebt cosmic comets, die zijn blauw. Daredevil comets, die zijn wit. Je hebt fast foe comets, die zijn geel. Nou, speedy comets, daar heb je een tijdslimiet. Er is nog een 5e. Alleen dat is een klein beetje spoiler. Dus dat doen we nog niet. Speedy comets, die geef je een tijdslimiet. Van binnen hoeveel lang je een ster moet doen. Cosmic comets. Laat je racen tegen een clone van jezelf. Zie je, dat is een speedrun. En Daredevil comets. Die laat je een level, of die laat je een baas of het hele level doen. Terwijl je maar 1 keer geraakt kan worden. Je hebt weer 4 minuten. Dit is heel makkelijk doen hoor. Ik ga er gewoon heel snel in, terwijl ik gewoon door je baat. Maar, wat nog meer? Oh ja, de fast foe comets. Die versnellen de dingen in het level. Wat nog niet veel sens maakt, maar dat gaan we in de latere level zien. Ook, deze dingen zijn nu veranderd met Change on Pulse. Ik weet niet waarom. Is gewoon cool, denk ik. Verander niet heel veel. Je kan ze alleen maar niet stuk maken. Ik bedoel, wie gaat de tijd vinden om deze dingen stuk te maken in de originele ster? Ja. Dus. Pak even al deze starships. Sorry, dat was een hoest. Ik verontschuldig mij. Dus ja, hierdoor gaan we waarschijnlijk niet alle sterren doen in Space Jump. Dus ja. Nou, hier, dit is eigenlijk wat ik wou doen. 1. In aflevering 1. Dat is niet wat ik wou doen in aflevering 1. Aflevering 2 bedoel ik. Maar, 1. Nu kan ik ook nog meer skips laten zien in de speedy comments bijvoorbeeld. De normale route heb ik al laten zien in de
Ja. Dus hier is een shortcut. We hebben al die bestel. Wat je eigenlijk moet doen is dat die piranha plant doodmaken. Maar er is ook een shortcut van hier naartoe. Daarop backflippen. Dan trekt de zwaartekracht hier terug naar de andere planeet boven je. Wat cool. Nou. En we zijn weer bij de baas. De starbit. Ik weet gewoon, vroeger kon ik echt nooit al die starters pakken. En nu pakken ze gewoon echt zo snel. Dino Piranha. Hallo. Leuk om je weer te zien. Nou, die starters. Doei. Het is tijd om te sterven. Alweer. Sorry, als dat heel goor komt. Het spijt me. Ik heb geen zakdoekjes hier. Ik draai mijn hoofd wel volledig weg van de microfoon. Ik hoop niet dat het te luid oren zietjes geluid is, maar hey. Sterf. Nou ja. En de volgende ster gaat volgens mij ook weer een prankster comment zijn. We zijn op 16 minuten. Ik denk dat als er een prankster comment is, dan kunnen we die ook doen. Maar ja. Ik hou echt niet meer van video's maken van 50 minuten. Doe 20, 17 eigenlijk. Eigenlijk wil ik het liefst 15. Maar ik bedoel, we kunnen nog wel 1 ster doen. Als het prankster comment is. Wat volgens mij is. En volgens mij is het meteen Cosmic Comet in Honey Hive. Dat is een normaal shit spel speelt. Ster 14, Dino Piranha. Nee. Is het? Nee, dat is het niet. Is er ergens een Prankster Comet? Hallo, oh ja. Een Space Junk, oké. Okay. Oh ja, als er een Prankster Comet is in een galaxy, kan je niet een andere ster in het level spelen. Dus ja. Nou, dan doen we wel even die. Is ook, zoals je kan zeggen, was rood. Dus ook een Speedy Comet. Dat wil je ook maar doen. Daar hebben we alsnog 3 sterren gedaan in Space Junk. Dan doen we morgen wel die 2 andere. Sorry. Speedy Comet in orbit. Oh, wat leuk. Volgens mij krijg je voor deze 3 minuten tijd. Ik weet niet. Misschien. Ja, zal wel. We hebben 17. We zitten op 17 minuten 40 seconden. Poolstar Pass Speedrun. Hele, hele originele namen. Ik weet het echt. Heel origineel, maar. Hey. Oké, hoeveel tijd hebben we? Dan is de planeet, laat maar. Dat is niet zo. 4 minuten, ook 4 minuten. Oké, ik dacht 3, maar hey. Oh, muntjes, cool. Die gaan we nu maar niet pakken. We gaan gewoon. Zal ik de skip proberen? Ik weet niet hoe die moet. Als ik wist hoe die moet, dan had ik hem graag geprobeerd even. Maar ik ben letterlijk vergeten hoe die skip werkt. Hebben ze nou een van die dingen verwijderd? Oh nee. Hallo. Jij bestaat. Ik haat echt de Speedy Comet muziek. Het is gewoon zo saai. Deprimerend bijna. Maar oké. Okay. Hoi Lanshar. Ik dacht dat we jou vandaag nog zouden bezoeken, maar blijkbaar niet. Want Prankster Comet, ik was vergeten dat ze bestonden. Zo, kijker, hoe is jouw dag? Mijn jongen is goed. Ik ben net wakker. Ik heb mijn tanden gepoetst. Wat Luigi's Mansion 3 gespeeld. Ja, het is mijn zaterdag. Gemiddelde zaterdag van mij. Wakker worden, tanden poetsen. Beetje gamen, opnemen. Ja, echt een heel zwaar leventje heb ik. Ik ben ook maar 16, maar oké. Okay. Doe eens spinnen. Ik kan je nu gewoon negeren. Ik loop gewoon onder je. Ik haat jou. Grote spin. Ja. Hallo Toads. Het is tijd om bevrijd te worden. Ik ben jullie schepper. Is dat het goede woord? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb te lang geen religie shit meer gevolgd. Dat was op de basis volgens mij. Nou, nu maakt het ook makkelijker. We zetten muntjes op de plek waar je kunt staan. Je kon het toch al gewoon zien. Doordat er silver stars op die plekken lagen. Maar oké. Volgens mij moet het spel gewoon je ietsjes makkelijker maken bij de speedy comments. Ik dacht dat de prankster comments juist moeilijker hoorden te zijn. Maar blijkbaar niet. Nou.
Deur valt alsnog bijna dood. Maar hey. Wow. Oké, dat was iets te weinig. Oeh, liep bijna ervan af. Wauw. En volgens mij blijft de tijd nog gewoon doortikken. Inderdaad. Zijn we zelfs veranderd in Galaxy 2? In Galaxy 2 dan stopt de tijd als je een ster, als een ster is ingespannen. Maar hier zegt zo'n nee. No, je kan nog gewoon sterven als je niet goed tijd hebt om een ster te pakken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van Super Mario Galaxy. Als je hebt genoten, doe een duimpje omhoog of abonneer. Ik weet niet wat ik deed, een like zei. Ik was vergeten dat het duimpje omhoog was in het Nederlands. Ja, geef een duimpje omhoog, abonneer als je wilt. En ja, dan zie ik jullie morgen in de volgende aflevering waar we dat gaan doen. Enemy base spotted. We're detecting massive energy spikes. What are they doing there? Ik heb geen idee. Ja. Dus ja, dan zie ik jullie morgen in de volgende aflevering van Super Mario Galaxy. Oké. Doei doei.